Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Forberta. En deze keer gaan we kijken naar de geweldige vraag: hoe ontstaat een regenboog? En dat natuurkundig verklaard. Goed, het eerste wat je altijd merkt is: als je een regenboog hebt, dan heb je eigenlijk altijd een zon nodig. Je hebt ergens een regenwolkje nodig. En je moet hier zelf ergens staan. En wat er nu gebeurt is: in de allerlicht simpelste basis, licht komt op de regendruppels. Die regendruppels die doen daar iets mee en ze weerkaatsen het licht in één keer. Wow, dit begint lekker te waaien hier. Ik doe heel even snel de deur dicht. Goed, en dan gaan we weer verder. Dus, als jij op deze manier kijkt, dan zie je één lichtstraal weerkaatst van een wolkje. Nou, dat is niet bepaald interessant. Maar gelukkig is zo'n wolk die heeft heel veel regendruppels. Dus dat betekent ook dat hier ook een druppel zit. Die ook licht weerkaatst naar je oog. En dat hier ook een druppel zit. En die weerkaatst ook licht naar je oog. En om een of andere reden krijg je hier allemaal verschillende kleuren uit. Nou, dan komen we eigenlijk op de regendruppel zelf. Dan teken ik even hier een druppel. Nou, dit is vast wel een mooie regendruppel zoals hij een beetje in de lucht hangt. En op die regendruppel, daar komt natuurlijk zonlicht binnen. En dat zonlicht dat binnenkomt, dat wordt iets gebroken. Gaat verder. En weerkaatst dan geheel of gedeeltelijk op de achterkant, zodat de lichtstraal weer verder teruggaat. En op het moment dat hij teruggaat, wordt het licht nog een keer gebroken, waardoor de lichtstraal uiteindelijk, nou ja, alle mogelijke kanten op is geduwd. Maar licht breekt niet altijd hetzelfde. Namelijk, rood breekt minder dan groen. En blauw licht breekt juist meer. Dan groen. Dus als ik hier nu mijn tekening heb, dan kan ik zeggen van nou, dit licht komt binnen en dat blauwe licht komt binnen. En dat blauwe licht wordt meer naar de normaal toegebroken. Gaat nu vanaf hier, hier verder. En ook hier wordt het blauwe licht weer een stap verder afgebogen. En tegelijkertijd kan ik ook zeggen van nou, stel ik heb nu rood licht. En dat rood licht wordt misschien bijna niet afgebogen. Dus het weerkaatst hier. En op dit punt komt die ook wel er weer uit. Maar ja, wat is nu het resultaat? Dat als jij naar deze druppel kijkt. En als jij naar deze druppel kijkt en je zit hier met je hoofd. Dan zie jij hier blauw licht. Oh, wel blauw goed gaan schrijven. Maar als jij hier met je hoofdje zit en je kijkt, dan zie je rood licht. Dus die regendruppels die geven verschillende kleuren. En hier hebben we precies hetzelfde. Als jij kijkt naar de ene druppel, dan zie je daar misschien wel dat die druppel rood is. Maar als je kijkt naar de onderste druppel van het rijtje, dan is die druppel ineens blauw. En dat betekent dus dat je rood, nou groen zat in het midden, blauw zat onderaan. Dat betekent dat jij in de lucht rood, groen, blauw en natuurlijk alle mogelijke kleuren die ertussenin zitten, die zie je daar netjes, perfect en mooi in de lucht verschijnen. En op deze manier heb je eigenlijk de hele verklaring
simpel, zonder berekeningen. Hoe werkt de regenboog? Je hoeft alleen maar iets te weten van lichtbreking. Goed, ik ben Willem van voorbeeld.nl. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. En in ieder geval weer tot een volgende keer.